In de slaapkamer van de oudere zus van Elin en Julian staat een iets ander bed. Dan hoeven we niet steeds te bukken. Oh ja. Want dan kunnen we dit doen. Dat is nodig omdat Xante een aantal dingen niet zelf kan. Praten en niet kan, bijna niet goed kan lopen, maar ze heeft daar wel spalken voor. Xante heeft het Rett-syndroom. Dat is een hersenziekte die alleen bij meisjes voorkomt en waardoor je vaak steeds minder zelf kan. Een ziekte waar ze niet kan lopen, traplopen, van alles niet. Ergens met zijn allen naartoe gaan kan soms best wat tijd en energie kosten. En met zijn drietjes op de achterbank is nu al vaak best krap. Xante zit dan tegen Julian zo aan de hele tijd. Dan ga ik altijd haar zo doen en dan zit ze een beetje rechtop. Daarom wil het gezin graag een rolstoelbus kopen. Dan kan Xante makkelijk overal mee naartoe. En we merken dat ze toch wel wat minder soepel beweegt. Dus het wordt voor ons steeds zwaarder om haar in en uit de auto te tillen. En om alle haar spullen die ze nodig heeft mee te nemen. Maar een rolstoelbus kost duizenden euro's. Hartstikke veel geld dus. Om het bedrag bij elkaar te krijgen, startte de familie een inzamelactie op een website. Dream or donate. Dream or donate. Stel, je wil geld inzamelen voor een goed doel. Dan kun je zelf gaan sparen, maar dat kan best lang duren. Wat je ook kan doen, is een oproep plaatsen op een crowdfunding website. Je zegt dan welk bedrag je nodig hebt. En andere mensen, bekenden maar ook onbekenden, kunnen dan zelf bepalen hoeveel ze jou geven. De inzamelactie voor Xante liep goed. In totaal werd er wel zo'n 12.000 euro gedoneerd. Maar toen ze het geld wilden gebruiken, was de website opeens verdwenen. En was al het geld weg. Toen heb ik verteld van nou, hè, mama die voelt, die heeft niet echt een goede dag vandaag. Want ik ben erachter gekomen dat het geld van die crowdfunding weg is. We kunnen er niet meer bij en we weten even niet zo goed hoe het nu verder moet. En toen zei ze dat en toen waren we heel boos en verdrietig. Volgens de eigenaar van de website Dream or Donate zijn dieven er met het geld vandoor gegaan. Hij heeft beloofd al het geld terug te betalen. Maar veel mensen die net als de familie van Xante geld kwijt zijn, twijfelen of die website-eigenaar wel de waarheid spreekt. En of ze het geld ooit terug zullen zien. En jullie krijgen nu hulp van een advocaat. Kun je vertellen wat die voor jullie gaat doen? We hopen dat hij ervoor gaat zorgen dat het geld weer komt bij de mensen waarvan het eigenlijk is. Hè? De mensen die het geld verzameld hebben. Ja. En hoe kan dit nou allemaal weer goedkomen? Dat weten we niet. Dat weten we niet hoe dat afloopt.